Ik ben Wim van Pas. Al 30 jaar milieumedewerker buitendienst. Vanwege mijn rikketik moest ik minder gaan doen. En op de planning zinnen ze, dan doe je het toch voort aan de hofjes. Jacobshofje, zussen van Noordenpoort, Tilmanshofje enzovoort. Nou, dat wilde ik wel. Lekker alleen. Niet die drukte en weinig rommel. Er komt bekant geen mens. Wilden ze zien? Kom maar mee. Sure. Dit is de Barbara plaats, hè? Ik ken hier met mijn kar verder niet vooruit. Hoi. Wist. Goed, en met jou? Ja. Goed hard werken, hè? Ja, maar een puinhoop hier, hè? Ja. Vinden die? Er wordt tijd, dat is allemaal op. Ja, en een keer maaien, ja, moeten ze. Ik heb het al 10 keer doorgegeven. Ja, we hebben heel goed gedaan. Maar ze reageren niet. Ze doen niks mee. Nee, niks. Keizer Maximiliaan kwam voor een bijeenkomst van de ridders van het Gulden Vlies naar Den Bosch. Na een lange dag vergaderen ging hij op sjouw in de stad en kwam terecht bij een dame van lichte zeden. Maar zonder Gulden Vlies. 9 maanden later kwam de buitenechtelijke dochter Barbara de Schie ter wereld. Zij werd daarmee de halfzuster van Philips de Schone. En die komt met de keizer in 1504 terug naar Den Bosch. Mooi statiegeld, hè? Ze willen haar meenemen naar het hof. Met als belangrijkste reden om haar uit te huwelijken voor vergroting van hun eigen macht. Ja, maar zij was er dus slim af. Ze denkt, vooraf ga ik mooi in het klooster. Hoef ik de huwelijk niet aan te gaan. Ja, die liep niet met zich zonder, die tante. Er is een mooie audiowandeling over die Barbara. Gespeeld door Loes Luca. En ze zingt daarin het lied. Dit is mijn pleintje. Pas toch op de poep. Dit is mijn pleintje. Blijf toch op de stoep. Hier kun je spelen. Als je dat wil. Leuk, hè? Zo'n liedje over de Barbaraplaats. Daarvan die hondenpoep trouwens, dat klopt helemaal. Pas op, er loopt er weer. Je loopt er weer bijna in. Kijk uit. Baba. Snapte dat nou? Stond hier in een vuilnisbak. Is er nou zoveel moeite om dat erin te gooien in plaats van ernaast? Jongen. Ik kan hier wel aan de gang blijven. Vladschot zat hier en die heeft hier ook een grote parkeergarage gebouwd. En toen zij weggingen, hebben ze hier maar appartementen neergezet. Ja, met de sloop van de pijp hebben ze dit ook allemaal gesloopt, hè, het klooster. En de binnen die ze hier een heel stuk gedempt, die ligt nou in een pijp. Het heet wel de Barbaraplaats. En ze was wel van adel uiteindelijk, hè. Nou, die verdient wel een mooiere plek, vind ik, hoor. Maar ja, wie ben ik?